En welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag en ja, jullie hebben het gezien net om 12 uur. Wij zijn naar de kerstmarkt van Intratuin geweest. En hij is nog steeds op visite. Hij is nog steeds op visite. Daar is hij. Ja, de enige echte. Ramonski, hè? Ook mooi, hè? Ramon, ja. Hè? Ja, dat is helemaal mooi, hè? En hoe vond je de kerstmarkt? Ja, ik vond hem wel leuk uitzien. De kerstshow van de Intratuin was zeker leuk. Ja, dat was ook wel weer leuk. Zeker weten de vorige vlog even bekijken, want hij was echt hartstikke leuk. Hij was ook inderdaad dat. En ja, het was hartstikke leuk. En ik moet even wat doen. En dat is een rectificatie. Zo zeggen ze dat al netjes altijd. Een rectificatie. Ik vertelde in de zondagvlog. Vertelde ik dat ik ruzie had met een bepaald iemand. Dat diegene het een en ander zou gezegd hebben via Skype was het volgens mij. Of Facebook, ik weet niet meer wat het was. Nee, het was via Facebook volgens mij. Maar dat is onterecht. Dat is onterecht bleek. Kevin die heb het persoon gesproken en het is uitgepraat. En het schijnt een vriendin geweest te zijn en niet haarzelf. Dus ik vond het wel even netjes om even mijn excuses hierbij aan te bieden. En deze rectificatie even doen van dat het dus een verkeerde persoon was. Het was gewoon allemaal een misverstand. Dat komt het op neer. Ik wil ook nog bedanken Kevin hiervoor dat hij even met diegene gesproken heeft. En dat het eigenlijk is het een beetje dankzij Kevin is het allemaal weer goed gekomen. Dus ik wil bij deze wil ik Kevin bedanken voor hetgene dat het weer goed gekomen is. Dus vandaar, daarvoor deze kleine rectificatie eventjes. Nou, de vlogs gaan heerlijk. Ik zit al op de spijkenissenvlucht, die ben ik al aan het uploaden. En ik heb de zondag heb ik ook al helemaal klaarstaan, dus die hoef ik ook alleen nog maar te uploaden. Dus het gaat de goede kant op, ik ben weer een beetje bij. Want ik liep fantastisch geweldig liep ik uit. En dat komt omdat, of ik liep achter eigenlijk. Maar dat heb eigenlijk alles te maken met twee grote vlogs. Als je twee grote vlogs hebt. Ja, ik blijf het zeggen. Het is gewoon makkelijker voor mij om gewoon alles een week later pas te publiceren. Omdat ik dan een week de tijd heb om alles bij te werken en zo. De spijkenissenvlucht en de Feyenoord vlog, dat zijn twee grote vlogs en dat is gewoon een hoop werk. Het is gewoon een hoop werk om alles dan klaar te maken, te editen, muziek eronder te zetten. Dus het is in ieder geval al gelukt. Dat staat in ieder geval allemaal al klaar en ik moet hierna ga ik de Feyenoord vlog ga ik uploaden en dan ben ik alweer een heel stuk bij. De spijkenissenvlucht die is al op 50% nu aan het uploaden. Die zijn al 50% geüpload, dus de helft van de video staat al online. En dat is gewoon een hoop, het is gewoon een hoop werk. En ik heb het jullie beloofd, hè? Allemaal leuke video's, hè? Ja. Ik hoop dat jullie de Intratuin show ook leuk vonden, de kerstshow van de Intratuin. Ramon en ik vonden het wel, hè? Ramon vond het wel ontzettend leuk. Ja, dat was het. Het was wel ontzettend. Ja, dat was heel mooi om te zien ook inderdaad. Een beetje mooie spullen en zo. Een beetje. Hij was alles wel een beetje leuk om te zien zo. Vooral die gezellige spulletjes die daar ook een beetje bij zaten. Ja, je komt een beetje in de kerstsfeer gelijk. Ja, ik was al gelijk helemaal in de kerststemming, was ik. Ja, dat vind ik altijd. Daarom wou ik ook die vlog maken. Omdat ik het gewoon. Ik hou daarvan. Ik vind het zo leuk. Om dan al die lampjes, lichtjes, poppetjes. Je komt gelijk helemaal in de kerststemming. En
vond ik gewoon leuk om met jullie te delen. Nou, ik ga hem weer heel even neerleggen. Of Ramonski, die moet nog wat hebben. Ik weet het niet of dat Ramon nog wat hebt. Heb je nog wat te liegen? Eigenlijk helemaal niet. Ik heb niks te liegen eigenlijk. Ramon heeft niks te liegen meer. Nou, dan ga ik hem heel even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en Ramon die is er nog steeds. Even lekker op visite. En we zijn al... ik ben al heel eind al... We zijn, ik ben. Ja. Ik ben al heel eind, ik ben al met de kerstvideo bezig. Van de kerstshow in Intratuin. Dat is de vlog die jullie vandaag gezien hebben om 12 uur. Kijk, daar ben ik alweer mee bezig. Het gaat de goede kant op, ik ben alweer aardig bij. En ja, het gaat de goede kant op zo. Ik ben weer lekker een beetje bij. Nou, Ramon is er ook nog. Ik zal zo ook nog eens even lekker een glasje cola schenken. Of ga je al pleiten? Over een paar minuutjes langzaam. Over een paar minuutjes gaat hij pleiten. Langzaam een beetje terug. Zo een beetje eventjes even tussen nog een beetje wat eigen dingetjes doen. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Kijk, daar hebben we die katjes. Even koeien. Hey, dribbel. En ook al is het altijd leuk gezellig als ik hier ben, maar ja, soms... Ja, je moet ook weer naar huis toe, hè? Dat heb je ook nog wel eens, hè? Ja, je kan geen eeuwigheid blijven, ook al heb je het leuk, maar... En binnenkort gaan we nog even een keer een tripje naar het buitenland doen. Ja, het buitenland. Ja. Ja, dat is ook mooi, hè? En we gaan dan naar, volgende week gaan we naar, volgende week is het zover, dan gaan we naar... De Efteling. Ja, volgende week lekker naar de winter Efteling. Dat is ook mooi, hè? Gaan we lekker warme chocolademelk drinken. Ja, ook. Met slagroom. Ja. Ik heb er zin in. Waar lekker van kan genieten. Dat is mooi, hè? Dan maken we er helemaal weer wat moois en toppies van, hè? Ja, als zeker weten. Super. Dus ja, Ramon die gaat zo weer er vandoor. En ik ga dadelijk koken. En wat hebben we vandaag in de aanbieding? We gaan vandaag lekker krieltjes eten. Krieltjes. Met een lekker worstje. En krieltjes en dan lekker bloemkooltje erbij. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Ja, dat is helemaal mooi, hè? Dat is helemaal super. Nou, ik ben nog volop bezig met het editen. Ja, geen... hoe heet dat? Hetzelfde liedje elke keer, hetzelfde ritueeltje elke keer. Ja, elke keer een video, dus elke keer weer. Eventjes moet ik het weer af. Allemaal moet ik er weer een video van maken. Moet allemaal weer editen en zo. Maar ik ben in ieder geval op de goede weg. Ik ben al een heel stuk verder. En het gaat de goede kant op. En als het zo doorgaat, dan ben ik binnenkort weer bij. Dus... dat gaat helemaal goed komen. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en Ramon gaat er vandoor. Doe de licht eens even aan, want het is donker hier ook. Een lichtje aan. Kijk, Ramon gaat er weer vandoor, jongens. Ja, maar eventjes... Ik ga weer even op huis kijken. Ja, dan ga ik eens even naar dat... Even thuis nog even wat eigen dingetjes doen. Maar eigen dingetjes. Dus even wat, is goed. Dan moet het eventjes... rond uurtje of zes een beetje eten zo. Even een beetje s'avonds nog even wat eigen dingetjes doen. En moet je dansen zeker vandaag? Alleen vanavond toevallig net niet. Oh, vanavond niet. Nou, dan kun je naar mijn livestream kijken, hè. Ja, dat ook. Vanavond is er weer een livestream. En ik denk dat ik dit keer... Een keer niet Grand Theft Auto 5 gaat streamen, maar een keertje Metro Simulator. Dit is een keertje voor wat anders. Ja, moet ik weer eens even een keertje wat anders. Even een andere livestream. Oh, dat is wel erg dichtbij. En dit keer even een andere livestream. Even Metro Simulator. Ik wou natuurlijk pas geleden wou ik het een keer doen. En toen was mijn internet niet goed. En nu heb ik het nieuwe kastje. Dus nu kan ik het gelijk uitproberen. Of dat ik, hoe dat werkt. Bij Grand Theft Auto deed hij het in ieder geval heel erg goed. Dus ik verwacht wel dat het een goede livestream wordt. Ja, dat is het belangrijkste van ook. Dat is ook helemaal goed gedaan.
Dus dan zou ik zeggen, Ramon, bedankt. Ja, is hem goed, hè. Graag gedaan. En dan zie ik je weer later. Is goed, hè. Fijne avond. Fijne avond. Hoi. Gaat weer helemaal show geven. Tjaka. Gaat weer een hele show geven. See you later, alligator. Is goed. Ik zie je. Is goed, joh. Yo, later. Hoi. Zo, en we zijn weer begonnen, hoor. We zijn weer begonnen met koken. Nou, jongens, kijk eens wat ik even allemaal klaargemaakt heb. Ik heb lekkere worstjes. Ik heb lekkere aardappeltjes. En ik heb een lekker bloemkooltje. En dan ben ik nou even lekker aan het bakken, jongens. Ja, ja. Lekker koken met Marco, deel 2. Dus even lekker aan het koken. Aardappeltjes lekker bakken. En dan de worstjes even lekker bruin laten worden. Niet te hard koken, want anders dan gaan ze kapot. Of dan branden ze aan. Dus ik ben weer lekker aan het kokkerellen vandaag. Lekker in de keuken. Lekker, lekker hapje eten. Ik moet hier nog paprika even overheen doen. Beetje zout natuurlijk. En deze moet 20 minuten blijven staan. Dat is de bloemkool. En gaat wel helemaal goed komen. Ik ga lekker even de paprika poeier even pakken. Ik vind het altijd heerlijk om lekker paprika poeier eroverheen te doen. Dan gaan we lekker met de paprika poeier. Dan gaan we lekker zo over de aardappeltjes heen gooien. Zo. Nou, moet je kijken. Kerstvlog. Af en toe even een pretparkje streamen. En nog een culinair vlogje af en toe. Nou, jongens. Ik ben gewoon van alle markten thuis. Dit kanaal heb gewoon alles. Pretparken. Culinair koken. Kerst. Nou, wat willen jullie allemaal nog meer? Ik ga weer even lekker verder koken en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en de livestream staat al klaar. Je kunt tegenwoordig ook van tevoren kan je een tijd afspreken. Dan weten de mensen wanneer je weer online komt. En dat staat hier nu te doen. Ik zal het even laten zien. En je krijgt dan dit scherm te zien. En dan krijg je hier de tijd te zien dat de livestream dus over 5 minuten en 38 seconden, 37, 36, gaat beginnen. Dat is reuze makkelijk, dan kunnen de mensen al wachten. Nou, je ziet op het ogenblik, zie je nog maar 1 in de wacht. Dat ben ik dus zelf, Hiro. En het is gewoon makkelijk, te weten de mensen van, hey, nog 6 minuutjes en er komt weer een livestream van mij. Nou, jullie zagen het al. Ik ga vanavond Metro Simulator even livestreamen. Ik weet niet hoe lang. Moet nog even kijken. Leg er altijd een beetje aan. Hoe lang zo'n livestream is. En hoe lang het duurt allemaal en zo. Dus we gaan het gewoon wel zien. We gaan wel kijken hoe lang de livestream duurt vandaag. Ik ga dus zo beginnen. Alles staat al klaar al. Nu gewoon lekker uitrusten. Even mijn benen. Ik heb de laatste tijd pijn in mijn benen. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik heb de laatste paar dagen last van mijn benen. Want mijn benen helemaal stijf en zo zijn. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik moet niet te lang doorgaan. Want anders dan moet ik er maar een keer mee naar de dokter. Want mijn benen zijn gewoon helemaal stijf en strak. Het is net of ik een dag gesport heb. Zo voelen mijn benen aan. Dus dat is niet goed. Nou, ik heb nog 4 minuutjes. Dus ik ga nog eventjes lekker 4 minuutjes even uitrusten. En dan gaat Metro Simulator 3.12 beta livestream van start. Dus ik wens jullie allemaal veel plezier met kijken. Oh nee, dat hebben jullie al gedaan. Dit is weer zo slecht. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 1:30 alweer en ik ga naar mijn bedje toe. Ik heb het wel weer gehad voor vandaag.
Ik zou vandaag Metro Simulator gaan streamen. Maar ik heb gewoon nog steeds hetzelfde probleem als eerst. OBS, het programma waar ik mee stream, gaf dus elke keer aan dat ik dat de internetverbinding wegviel en gaf storingen aan en zo. En toen ben ik ermee opgehouden en toen ben ik daarna nog 2 uurtjes gaan Grand Theft Auto. Baal is het, want ik zit nu echt met dat ik dus niet voorlopig niet kan livestreamen op mijn PC. Dus Planet Coaster en Metro Simulator kan ik voorlopig niet spelen. Terwijl ik lastig gevallen word. Oh jongen toch, oh god. Oh jee. Hij valt uit zijn mandje en die mandje, hij valt zo naar beneden. Mijn mandje en al valt hij zo naar beneden. Mokito toch, wat doe je toch allemaal? Wat zijn jullie toch allemaal weer bezig vandaag? Wat doen jullie allemaal? Hey. Nou zeg, wat zijn jullie allemaal gek aan het doen vandaag? De ene die doet dat, de andere doet dat. Dat hebben jullie toch allemaal? Mokito, alles goed? Gek beestie. Daar komt ie hoor, daar komt ie hoor. Daar komt ie hoor. Mokito. Het zijn ook van die lekkere doelrokjes. Dus ik kan dus voorlopig geen Planet Coaster en geen Metro Simulator streamen. Dus moet ik voorlopig maar eventjes, ik moet even kijken wat er aan de hand is. En ik moet maar even kijken en dan maak ik anders maar even video's in plaats van livestreams. Is helaas niks anders aan te doen. Deze vlog. Ik ga hem even afsluiten, want ik ben echt helemaal dood op. Het is al 1:30 al. Dus ik ga hem echt neerleggen, jongens. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op dat belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe livestream of video is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, doedels, vreselijk, je doet het de eerste vijand niet aan. De groetjes allemaal. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.